Hallo kijkers van Harm en Frodo en nog steeds welkom bij Harm en Frodo Vlog 100. En ik ben nu met Sam. Sam heeft een hele grote rol vervuld in, volgens mij, als ik het goed geteld heb, 9 van mijn vlogs. In Amsterdam. Sam, wat vind jij van deze dag? We hadden het anders afgesproken. Het zou family friendly blijven. Dus je zou zeggen minder leuk. Ja, hoi. Ik ben er ook. Ik leef ook weer. Geniet je van deze dag? Ik heb net frikandelbroodjes gekocht. Oh, je zit op MAVO. En in Schotland. Goedemorgen. Goedemorgen zonder zorgen. Goedemorgen zonder zorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. En dan spierpijn. Ja. Spierpijn. Ik kan mijn benen niet eens meer. Ik heb geen spierpijn. Je hebt geen spieren, dus dat is... En in de Schotland-reunie. Mijn stem echt gewoon de hele tijd eigenlijk die pieptonen was. Omdat ik te veel aan het schelden was in Amsterdam. En met Sam heb ik een van de meest bekeken podcasts opgenomen. Ik wist niet of je dat daar bewust van was. Nee, ja, deels. Ik vind wel dat Nederland sowieso in Europa moet blijven. Ja, als je ziet hoe die teringbende het nu is in, Engeland. En Engeland is dan op zich nog wel een stevige staat die niet per se volledig was gebonden met de Europese Unie. Die is heel goed bekeken, dus daar ben ik ook erg blij mee. En we hebben een taartje, dus we zijn eigenlijk, even Harm en Frodo Vlog 100, aan het vieren van maat. Silence is a crowded room. Hoe gaat het met jou? Ja, prima. Lekker rustig, een beetje saai. Ja, nog veel gedaan sinds quarantaine? Niet echt bijzonder, ja. Hoe gaat het met jou? En hoe gaat het nu met je? Gewoon alles, zijn gangetje, HBO voorbereiden. Ja, want jij gaat studeren volgend jaar. Yes. En jij bent geslaagd? Easy, yes. Ja, precies. Ja, ik werd dus ook nog door Hexper gebeld dat ik geslaagd ben. Dus daar ben ik op zich ook wel blij mee. Ja, maar ja, dat telefoontje moest ik zo nodig weer missen, want ik was niet wakker. Ja, ik wist het natuurlijk ook al zo ongeveer 3 maanden dat ik al wel geslaagd was. Want mijn ouders die zeiden al halverwege het jaar zo van, ja, maar jij gaat niet meer zakken en zo. Maar op zich is dat ook niet altijd even chill om te horen, want dan ligt die druk nog best wel groot of zo. Mm-hmm. En toen, het begin van quarantaine, toen zaten wij met mentorles in gesprek. En toen zei Hexpor tegen ons van, er is een kans dat het centraal eindexamen helemaal niet doorgaat. En toen dacht ik echt van... Altijd herren. Nee, dat gaat nooit gebeuren. En daar zitten we nu. Ja. In de Tweede Wereldoorlog ging het voor het laatst niet door. En nu... Ook. Weer niet. Ja, bijzondere gebeurtenis. Ja, ik had het helemaal niet zien aankomen. Jij wel? Wel in de week dat het verteld werd, had ik het wel zien aankomen. Maar daarvoor ook niet. Ja, precies. In de week dat die persconferentie was, was het er al heel veel over schoolinstanties die aan het overleggen waren over de eindexamens. En dat, ja, en ik volg het nieuws wel een beetje. Dus ik wist dat er heel veel gesprekken over het eindexamen waren. En ik dacht dus, het zou toch wel wat zijn als het niet doorging. Dus ik achtte er wel dat er een kans was, maar ik dacht nog steeds niet. Ik denk dat ze het misschien heel anders in zouden gaan voeren of zo. Heel erg verspreid of uitstellen of iets in die richting. Ja, maar ik had niet instant verwacht dat ze meteen gewoon makkelijk dachten van, oh ja, jammer dan. Ja, maar als je na afloop dus terugkijkt op de tijd, dan hebben wij nog een paar toetsen op school gehad. Ik weet niet hoeveel jij er gehad hebt. 3. Ik heb er ook 3 gehad. Biologie, wiskunde en... nog iets. En, geschiedenis. Geschiedenis inderdaad, ja. Ik had scheikunde nog. En... na afloop denk ik dus, van zoals we het daar gedaan hebben, hadden de examens op zich ook door kunnen gaan. Soort van wel, maar dat vind ik niet erg. Die 3 toetsen heb ik ook niks voor gedaan, dus lekker makkelijk een 5, 4, 3. Oh, ja, die toetsen heb ik dus nog helemaal mijn best zitten doen. En na afloop heb ik er zelfs nog 1 van die 3 zitten herkansen. Toen ik heb geen herkansing gedaan, helemaal niks. Ja, ik had geen herkansing nodig, maar ik dacht een beetje, toen ik die 3 toetsen had gehad, zaten we best wel lang in quarantaine. En dan was het nog echt zo'n lockdown dat zelfs je ouders zeiden van, beter ga je helemaal niet naar buiten. En toen dacht ik dus van, ja, maar als ik nu naar school ga, dan zie ik toch nog wel heel even mensen. Dus vond ik op zich wel leuk. Dus ik had voor mijn herkansing nog even geoefend. Kwam ik op school, daar de coördinator tegen, die zei, zo,
jij bent hier voor je herkansing en dat is helemaal niet meer nodig. Nee. En toen dacht ik ook zo van, oké, blijkbaar begrijpt op dit moment iedereen dat ik geslaagd ben. Ja. En nu gewoon opschepperig persoon ben. Ja. Weet je wel, ja. Maar op zich was ik nogal blij dat ik een paar mensen nog even zag op school. Het is toch allemaal zo snel gegaan. Want ik had het toch wel leuk gevonden om nog... Ik vond het best wel een toffe klas waarin we gezeten hebben. Yes. En ik had het nog wel leuk gevonden om daarmee een groot deel van het jaar af zitten maken of zo. Ja, de eindfeesten, de eindgala's en zo zijn jammer dat die... Inderdaad, vind ik jammer dat die niet door zijn gegaan. Want het is toch wel... Normaal gesproken had je nu... Iedereen is geslaagd, dan had iedereen een... Een examenfeestje gehad van, jee, ik ben geslaagd en zo. Maar ja, dat kan nu niet echt. Ja, dat vind ik ook wel jammer op zich. Ik weet niet bij hoeveel ik zou worden uitgenodigd. Ik heb bijna met heel H5D wel goed contact gehad. Mm-hmm. En best wel vaak gesproken. Maar ja, het is ook niet zo dat ik heel veel van H5D echt buiten school gemiet heb of zo. Mm-hmm. Dus ja, dat was een beetje... Ik was daar wel benieuwd naar. Het waren wel hartstikke leuke vlogs geworden. Dat ik daar bij iedereen naar binnen ging met een heel gek cadeau. En dan een camera op hun gezicht ging drukken. Dat soort dingen. Een beetje wat ik in Schotland ook deed. Yes. Dan krijg jij van mij dit bompakket. Met Semtex. Wat vind jij een van de leukste herinneringen samen met mij, denk je? In de filosofieklas op Schotland, weet ik veel. Iets daarvan. Wij hebben elkaar denk ik toch wel... relatief lang op school gekend. Zeker. Ik vond onze Amsterdam-excursie samen heel leuk. En ik ben hier weer wederom met Sam. Sam, wat is je eerste indruk van het Stedelijk Museum? Moderne kunst, dat vind ik weer niet plezant. Want wat is echt kunst waar jij wel van houdt? Muziek. Dat is een zwarte pagina uit mijn schoolgeschiedenis. Daar was ik niet zo gelukkig. Daar was ik heel erg humeurig zelfs. Ja, dat was zo geweldig. Want jij kwam daar op die dag zo van... Alles op deze dag is stom. Ik heb een hekel aan iedereen. Ja, want het is gewoon kut hier allemaal. En wat vind je van de mensen hier? Ja, ook Nee, die waren ook minder leuk. En dat was zo perfect. Dus nou, ik weet nog dat in de vlog is denk ik volgens mij driekwart van wat ik op dat moment aan het zeggen was niet te verstaan. Maar je had gewoon de hele tijd piep, piep, piep. Ja. Dat ik toch wel wat aan het schelden was, omdat ik gewoon echt chagrijnig was. Want het was waardeloos. Ja, die dag die was... Ik had dus... Het was slecht georganiseerd, het was niet leuk, ik had er geen zin in. Ik was die dag vrij geweest, want alle lessen waren uitgevallen van tevoren. Maar toen was het ineens zo, ja, je lessen zijn uitgevallen, maar nu heb je ineens een excursie van weet ik voor hoe lang. Kregen we ook nog een pauze waar niet echt heel veel interessants in gebeurde. Ja, we hadden een pauze van 3 uur of zoiets. Waarin we letterlijk niks hebben kunnen doen of zo. Nee, het was niet van, we konden niet echt ergens leuks naartoe of zo. Ja, dus we zijn toen echt door heel Amsterdam gaan lopen en dat soort dingen. En 3 keer met dat pontje over het ei heen en weer. Ja, dat en dat frikandelbroodjes kopen. Ja, precies. Want ja, je moet wat iets. En jij die toen met Jeroen en Robin daar ging lopen en zo. Dus ja. Dat was het enige nog te doen eraan. Maar de rest, die musea waren echt gebouwd. Viel ik letterlijk half in slaap op zo'n bankje in dat moderne museum. Er kwam een bewaker naar me toe die me er bijna uitstuurde. Omdat ik aan het slapen was op een bankje. Ja, wat erger daar. Maar dat heb ik helemaal niet gefilmd. Dus dat weten mensen niet. Dat was een museum waarin allemaal kunst hing. Waar je niet in eerste instantie kunst aan relateert. Dus dat je een beetje denkt van, dit is troep, maar het staat hier, dus zal wel kunst zijn. Daar stond een stoel. En daar ben ik dus op gaan zitten. Het was nog een aparte stoel met helemaal gedraaide stoelpoten en zo. Was ik op gaan zitten en rustig zo gaan zitten. Kwam er al bewaker naar me toe. Dat bleek een kunstwerk te zijn. Oepsie. Ik voelde me de grootste cultuurbarbaar in de geschiedenis. Nee, ik was gewoon in slapen. Ik was klaar mee. Ja. Ik was gewoon moe, want ik was vroeg opgestaan en zo. En allemaal onzin de hele dag. En ik was gewoon een beetje loom, dus ik dacht, maar ik kan niet prima slapen. Het was een lekker bankje. Dus ik ging slapen, maar dat mocht blijkbaar niet. Je mag blijkbaar niet in een museum slapen of zo. Dus hij dreigde me bijna naar buiten te zetten omdat ik aan het slapen was in een museum. Ja, en Schotland samen vond ik ook erg tof. Mm-hmm. Sowieso, toen heb ik jou op die allereerste dag heb ik jou heel lang gesproken. Mm-hmm. Toen we daar aan het wachten waren op dat vliegtuig dat 2 uur lang vertraagd was en zo. Ja, dat is vertraging. Het is heel vervelend als je met het vliegtuig probeert te gaan. Hele leuke groep verder. En een family friendly toch? Waarom nou weer family friendly?
Kijk je nichtje van vier je... Nee, maar dat is wel de bedoeling. Ja, dat was echt drama. Dat je bent nog niet eens begonnen en alles gaat al mis. Nee, want het was wel grappig. Toen was het echt kut weer. Het was echt hard aan het regenen. We kwamen in Schotland in. Iedereen zegt altijd, ja, het regent altijd zo vaak in Schotland. We hebben geen regen gezien in Schotland. Ja, we hebben toen in Schotland, die dag kwamen we aan in plens in de regen. En toen was het ook meteen klaar. Yes! Dit is een beetje dat moment dat je een hele dag gehad hebt. Ja. Maar sowieso, ik had al die begeleiders van Schotland had ik nog nooit gezien. Want ik was er niet bij die intro dagen en zo. Mm-hmm. Dus toen was ik daar opeens. En toen kwamen er mensen die opeens zeiden van... Ja, hallo, ik ben nu de baas over jou. En ik kan altijd heel slecht tegen autoriteit boven me. Mm-hmm. Dus mensen die zeggen dat ik moet corvée of dat soort dingen. Ja. Omdat ik grappige stickers in de groep heb aan het delen. Wat. Luister man, het is 7:45. Ik ben moe. Jij bent moe. Niet. Ja, ik vind het wel een zieke prank. We hebben hier nog Linde achter ons ook. En we gaan lekker de tafel rekken. Ja, nee, maar ik kende de docenten, maar ik ben bij geen enkel... Ik heb helemaal niks voor Schotland gedaan van tevoren. Op iedere Schotlandreis had ik activiteiten. Ik heb trouwens ook zo'n heel fancy certificaat gekregen voor allemaal buitenschoolse dingen. Ik weet niet, heb jij die ook gekregen? Nee, ik heb niks buitenschools gedaan, behalve dan de leesclub. Maar misschien daar zouden we nog een afsluitende bijeenkomst van hebben, maar dat is helemaal uitgesteld. Daar heb je geen plusdocument van gekregen. Nou, ik heb echt een plusdocument met 7 dingen erop of zo. Want jij deed altijd die sportdagen organiseren? Ik zat in de sportcommissie en daar denk ik dat ik... Op het moment toen ik klaar was, denk ik degene was die zo'n beetje het langst in zat. Ik weet het niet precies, maar maakt het ook niet uit. In ieder geval, de docenten waren altijd heel blij met me. En daar kreeg ik ook altijd appelgebakjes. Maar ik van tongeren. Dus dat was wel altijd leuk. Ik heb in activiteitencommissie B gezeten, niet in de hoofdactiviteitencommissie. Want het is veel gedoe en B is gewoon, was voornamelijk oproepkrachten. En gewoon van, sommige dagen was het van een kut, ik kon echt niet naar school. Elsenaar, kan ik ergens bij helpen? En dat was in de decembermaanden vaak. Ja. En dan was Elsenaar met van alles en nog wat bezig met acties voor Edukans en zo. En als je hem dan een appje stuurde, kon ik altijd ergens bij helpen. Dus dat was grappig. Dus ja, ik heb geen zin in school. Wat nu? Elsenaar appen. En dan had je gewoon een dag vrij. Ja. Dat gala, dat is dus ook nog niks geworden, hè? Nee. Nou, ik zou in de gala-commissie komen ook dit jaar. Voor... Nog voor het gala dan, omdat ik, hij heeft dus met mij, dat is wel grappig, hij wilde dus het hele gala aanpassen, is ook een bijeenkomst over geweest en zo, ik weet niet of je dat allemaal hebt gezien. Ja, en maar, dat bovenbouwfeest? Ja, nou, en dat bovenbouwfeest, en Elsena was ik op een of andere reden de hoofdadviesgever ofzo, want hij wilde alles wat hij naar de rector stuurde, moest ik ook lezen. Dus kreeg ik een mailtje, ja, ik wil dit aan de rector lezen, ben je het er mee eens, Sam? Van Elsenaar, je kan het zelf kiezen. Ja, maar jij hebt altijd een uitgesproken mening. Jij deinst er nooit voor terug om iets te zeggen wat je vindt. Ook al of je er mensen mee kwetst of niet. Blijkbaar vindt Elsenaar dat fijn. Dus ja, zeker. Voor het gala heeft hij heel veel dingen aan mij gevraagd. Maar ja, dat is wel grappig. Ja, Sam, jij komt in de gala-commissie zodra we die hebben en zo. En toen was corona, ja, geen gala, doei Sam. Ja, sorry, ik kan er niks meer aan doen. Ja, hebben al die mensen hun geld teruggekregen of was er nog niet betaald? Ik heb het betaald. Volgens mij was het niet betaald. Ik heb niet eens erop gelet, weet je. Ja. Ik heb er niet over nagedacht eigenlijk. Ja, precies. Dus weet ik niet. En ja, voor bovenbouw, nou, maakt ook allemaal niet uit eigenlijk. Maar ja, dat... Mm-hmm. En verder voor de schoolreizen die ik had gemaakt naar Dachau stond er nog bij. Mm-hmm. En ik zat in het HAVO-platform met Bakker en dat is dus een soort van leerlingenraad van in HAVO. Dat stond erop. En volgens mij was het, ja, en dat ik mee heb gedaan aan leerlingconferenties en zo. Ja, ik heb daar ook wel 1 keer aan meegedaan. Nou, ik meerdere keren en ook geholpen met... De leerlingconferenties opzetten en zo. Dus dat stond er ook dubbel in volgens mij. Ja, soms bij zo'n leerlingconferentie had ik wel een beetje zo dat... Dan kwam op die leerlingconferentie, zaten we dan allemaal. Dan kwam er zo'n docent langs. Wat zouden jullie ervan vinden als we tot 10 minuten voor het begin van het flexuur nog kunnen wijzigen van een flexuur? Zegt iedereen, oh ja, dat is wel tof. En dan de volgende dag, de leerlingen hebben besloten dit. Terwijl wij hebben gewoon het goedgekeurd wat anderen zeiden. Het was niet echt ons idee of zo. Ja, dat. Daar kon ik wel een beetje cynisch van worden. Maar ja, ik
denk dat trouwens een van onze grappigste herinneringen waar ik heel hard om jouw reactie moest lachen was in HAVO 4 met filosofie. Dat toen hadden we die dat spel met eentjes, achtjes en tientjes. Ik weet niet precies hoe het ging. Maar dat jij toen... Ik was er zo niet serieus mee bezig. Ze had al een beetje door waar Hexpoor naartoe aan het werken was. Met dat het een experiment was. Maar dat had jij of zo niet helemaal door. Ik weet niet precies wat je aan het doen was. Maar jij werd op een gegeven moment zo gestrest dat je naar iedereen zo'n beetje in de school ging die enige autoriteit had erover. Het verhaal was dat we een docent hadden die zeiden, ja, jullie kunnen vandaag gratis cijfers winnen. De een schrijft dit cijfer op en de ander schrijft dit cijfer op. En als je hetzelfde cijfer hebt, dan heb je allebei dat cijfer. En als de een het hoog heeft, krijgt de ander een 1 en dat soort dingen. Maar ik zat daar eerst zo een beetje cynisch zo van, ja, maar dit is zo shit. Dit staat niet eens in een PTA-programma van toetsen en zo. Dus dit gaat nooit iets worden. En toen kreeg je opeens, later dat cijfer echt op magister kwam en dat soort dingen. En toen dacht ik echt van, ja, wat is dit voor gezeik? Want ik had daar gewoon zo gezeten. Nee, ik ga niet meedoen aan uw spelletje. Stik er maar in. En toen stond er opeens een 1 op magister. En toen dacht ik van, ja, maar dit ga je gewoon niet menen, want dit is zo slecht. Mm-hmm. En toen dacht ik dus van, ja, maar hij is nooit zo slim geweest dat hij dat heeft overlegd met de belangrijkste mensen binnen de school. Dus ik ging daar langs. En blijkbaar was hij wel zo slim om het te overleggen met die mensen. Dus ik kon daar zo kwaad om worden, omdat opeens als 3 van de belangrijkste mensen binnen de school zeggen dat dat gewoon mag, dan kan je mij opeens best wel flink opnaaien ofzo. Ja, nou, en ik kon daar heel, heel, heel hard om lachen om jouw reactie. Want jij zag me toch een partij op een gegeven moment te stressen en boos te zijn en wilde niet meer met Hexwoord praten en ik zat daar best wel hard om te lachen. Ja, nee, maar hij verdiende ook wel een lesje door dat spelletje, dus ik werd ook wel boos. En ik heb gewoon gezegd van ja, dit kan je gewoon niet maken en dat soort dingen. Want dat spelletje was gewoon niet eerlijk of zo. Hij had het gewoon niet moeten doen. Maar uiteindelijk was het voor een les en heeft iedereen een 8 gekregen. Ja, en dat vond ik ook slecht. Niemand verdiende dat. We hebben toen 3 dingen op papier moeten zetten en toen kregen we gratis een 8. Toen dacht maar ik dat was uiteindelijk het doel van het spelletje, dat dus iedereen een gratis 8 kreeg en iets geleerd had. Ja, precies. Dus eigenlijk heb ik niks te klagen gehad. En ik vond alleen maar jouw reactie goud. En volgens mij vond Hexpoor dat stiekem ook. Dus eigenlijk heeft Hexpoor volgens mij heb je niet echt een lesje geleerd. Nee, dat is altijd een nadeel. Maar dit jaar was er iemand dat blijven zitten van vorig jaar. Dus daarom kon je het dit jaar niet zo makkelijk doen of zo. Dus dat scheelt weer. Volgend jaar moet ik filosofie les gaan geven. Omdat ik het hele hoofdstuk al gehad heb. En VWO 5 nog niet. Dus dan moet ik VWO 5 gaan leren. Daar heb ik ook echt zin in. Iedereen die nu in VWO 4 zit. Koppelt? Ja, jullie hebben echt pech, want jullie krijgen mij en daar heeft niemand zin in. Ik ga gewoon vlogs opnemen en dan ga ik gewoon daar zeggen: we staan nu in de tuin van René Descartes. Woehoe! Dat is echt heel vet. Een vlog van de docent, ook altijd leuk. Ja, ja, ja. Of docenten die opeens een liedje samen gaan maken. Dat is ook. Ze hadden dus allemaal een liedje gemaakt aan de docenten samen over hoe erg corona was. En dat ja, ik. Ik zag de eerste 3 seconden en toen klikte ik het weg. Maar toen ook na afloop, als je dan kijkt naar de reacties onder dat filmpje, zie je een paar reacties waarvan je weet dat het brugklasleerlingen zijn die gewoon neerzetten, stom. En dan heb je ook een paar reacties volledig met interpunctie. Wow, prachtig initiatief. Goed uitgevoerd ook. En dan weet je, oké, dat is een docent. Ja. Of dat is een saaie VWO 6 leerling. Ja. En dan hadden ze ook nog zo'n filmpje van hoe het nu op school ging. En dat ging gewoon puur kijken voor de interesse van hoe kut school nu eigenlijk. Ja, nog, ja, ja. Hoe school kut was en nu nog kutter is. Mm-hmm. En dan die hele anderhalve meter en dat je maar met 8 mensen in een lokaal moet zitten. Ik moet zeggen dat ik daar volgend jaar in VWO 5 nog niet heel veel zin in heb of zo. Nee, ik ook niet. En online lessen via Teams. Nee, ja, het hangt een beetje van de docent af. Want sommige docenten konden niet met Teams overweg. En dan was het. Ja, heel triest, want dan ging iedereen elkaar muten en dan was het niks. Ja, en dan had je ook zulke docenten die dan echt iets van 8 minuten zo zitten. En dan zeggen, oh, ik zal even mijn camera aanzetten. En die hadden al de hele tijd hun camera aan, dat was echt prachtig. Maar ja, echt niemand van die docenten kon daar echt heel goed mee overweg. Dus ja. Niet echt, nee. Daar waren een paar docenten, meneer Zoet van wiskunde wil ik zeggen, dat hij er een soort van wel mee om kon gaan. Ja, meneer Van den Berg vond het ook wel goed. En nog wel een aantal andere, mevrouw Van Bries was ook niet echt, die was in het begin wat uitproberen nog hoe het werkte. Uiteindelijk ging het ook wel prima.
En daarna weet ik het niet meer, want toen heb ik niet op gelet. Ja. Dus dat was op zich wel een grappige tijd. Het is iets wat je meemaakt. Dit is iets wat je later je kinderen vertelt. Je kleinkinderen vertelt. Tenzij je doodgaat. Ja. Voordat je kinderen krijgt. Ja, dat kan inderdaad. Maar ja, het is in ieder geval iets wat de geschiedenisboeken ingaat als een pandemie. Ja. Ja, dus ja. 2020 gaat überhaupt denk ik wel de geschiedenisboeken in met Trump wordt of weggestemd. Of nog een keer, jij weer 4 jaar Trump. Maar ik dacht dus eerst dat 2020 de geschiedenisboeken in zou gaan als dat van Amerika en Irak en die oorlog. Nou, dat ook al. Dat staat, dat is ook denk ik wel nog een klein hoofdstukje waardig. Ja, maar niemand heeft het daarmee over. Nee, want het wordt alleen maar erger. Ja, dus eerst had ik met Lucas en Rutger had ik nog een podcast over de Derde Wereldoorlog en corona. En daarna hadden we nog een podcast over alleen corona. Ja. Omdat je dan opeens dat alles... Ja, er is nu ook weer een uitbraak richting in China weer, in Peking... Echt? Ja, nou, dat is ook weer opnieuw mensen met corona. Woehoe! Ja, dus je band zo'n ziekte ook niet zomaar uit. En nu hebben we dat vaccin, wat vind jij daarvan? Dat we niet eens weten of het werkt, maar dat we die kopen? Nou ja, dat vind ik beter dan dat we dat... Jij bent tegen de monarchie, dat was ik even... Ja. Dan heb ik liever dat we een soort van een misschien werkend vaccin hebben. Dat niet dat allemaal voor onze neus wordt weggekraapt door kut-Amerika of zo. Ja, maar vind jij dat je een vaccin zomaar moet opkopen in zo'n grote mate terwijl je niet weet of het werkt? Nou, ik vind wel dat je het op moet kopen, maar als je het niet weet of het werkt, is het jammer dan. Maar ja, in dit geval zou je zeggen, ja, het is of niks of iets wat mogelijk werkt. En dan heb ik toch iets liever dat ik iets heb wat mogelijk werkt dan dat ik, als het werkt en dan heb je een jaar lang, meerdere jaren nog geen vaccin, omdat alle andere landen het voor je neus wegkapen. Ja, precies. Als zodra je weet dat het werkt, dan koopt iedereen het. Dan wil iedereen het. En nu zijn wij heel vroeg dat wij makkelijk gewoon... Stel dat het werkt, is het goed. En Nederland is toch wel een rijk land dat dit in principe kan permitteren. Ja, zeker. Maar ja, ik ben... En het idee is, dan als het werkt, dan maakt het al die onkosten die we eraan hebben gemaakt makkelijk weer gewoon winst ervan. Want dan kunnen wij veel sneller weer die economie gewoon helemaal opengooien. Ja, maar ze kopen geen 16 miljoen vaccins. Nee, maar dus ze gaan iedereen hoeft ook niet het vaccin. Ik kan ziek worden zonder dat ik het merk. Maar mijn opa en oma hebben wel een vaccin nodig. Dat die, als die ziek worden, gaan ze dood. Ja, maar als je 16 miljoen mensen een vaccin geeft, dan ban je die ziekte uit. En nu gaat die door. Maar zorg je alleen dat de risicogroep niet ziek wordt. Dat klopt, maar die gaan niet dood. En je hoeft de ziekte toch niet uit te bannen als... Een griepje is, bannen we ook niet uit omdat dat heel lastig uit te bannen is. Maar dan gaan we niet al onze shit aan verbruiken omdat ik moet niezen en een week lang me niet lekker voel. Ja, maar bij corona krijg je blijvende longschade. Wij niet. Nee, als je niet heel ziek bent niet, maar als je astma hebt of... Ja, als je astma hebt, dus die krijgen een vaccin. En wij hebben er toch niet zoveel aan nodig. Ik weet niet of jij astma hebt, maar... Nee, ik niet. Gelukkig niet. Maar ik heb er geen... Stel dat ik corona krijg, is het enige doel dat ik het niet aan andere mensen zou willen geven die eraan doodgaan. Want dat geeft je een kutgevoel. Ja, maar als ik zelf een week lang gewoon moet hoesten en denk van ja, daarna loop ik gewoon weer verder. Is mijn zorg, eigenlijk. Ja. En daarvoor hoef je ook geen economie helemaal dicht te gooien dan. Mm-hmm. En als je eerst die... zwakkere groep hebt, zodat je meer geld kan verdienen en zo. En op een gegeven moment bestaat het vaccin dan. En dan kunnen ze het ook op veel grotere schaal gaan produceren. En dan kunnen we nog meer kopen. Zeker. Maar eerst wil je toch wel... De allereerste stap is dat we langzaam weer open kunnen. En dat de zwakkere bevolkingsgroepen niet doodgaan. Mm-hmm. Dus die krijgen eerst het vaccin. Dan kunnen we langzaam weer open. En dan hebben we gewoon, weet ik veel, kunnen we in principe maanden wachten voordat we weer opnieuw... meer vaccins hebben, zodat we het echt uitbannen. Mm-hmm. Daarom vond ik het lied 17 miljoen mensen ook zo gewaagd. Voordat je het weet, heb je geen 17 miljoen meer. Ja, en ik vond het überhaupt gewoon een kut lied, want ik haat Nederlandse zang, maar goed. Ja. En wat is jouw hoogtepunt met mij? Van de afgelopen zoveel jaar? Nou, dat ik zei, een van de grappigste vond ik toch wel dat filosofie in de vierde. Mm-hmm. Nou, ik vond de filosofielessen met jou meestal wel grappig.
Het was toch altijd, jij wilde toch wel in filosofische gesprekken waar ik en jij toch wel een beetje, die toch wel grappig konden maken, vond ik. Ja, als het heel saai werd, konden wij altijd wel een grappig was ja, en dan kon jij wel iets interessants vertellen en dan was ik er wel handig in om dat totaal tegenover te staan. Ja. Onze Engels presentatie samen was ook super grappig. Ja, en Schotland gewoon sowieso. Schotland was gewoon gaaf, ja. Wat was je favoriete Arme Frodo vlog in Schotland? Ja, dat weet ik niet. Ik ken ze niet allemaal. Welke, wat was. Welke dag vond je het leukste? Ik vond de bergbeklimmen heel leuk. Nou ja, dat is Arme Frodo vlog 8 en 81 waarschijnlijk. Iets met Schotland. Ja, ik probeer eerst altijd allemaal de nummertjes goed te hebben. Maar ja, ik niet. Het zijn er nu al bijna 100. Dus ja, ik geen idee. Dat onthoud ik niet. Ja, precies. Dus ja. Ik ben heel benieuwd of we elkaar na alles nog een keer zien. Ja, ik weet het niet. Misschien toevallig nog. Ik wil nog wel een geslaagd feestje gaan geven. Ja, ik ook, zeker. Dus ik moet even kijken wie ik allemaal uit ga nodigen. Want het kan niet te veel zijn, want ik wil het wel gewoon thuis gaan doen. Want het is iets makkelijker dan... Ja, kan u nog niet groot huis. Ja, dat kan. Maar ik kan niet te veel mensen uitnodigen dan. En ik ga nu ook nog niet naar een café, want dat is bullshit nu met al die corona dingen. Ja. Stel dat het niet zo was, had ik inmiddels een café afgehuurd en echt gewoon met 100 mensen uitgenodigd. Ja, dat is wat zeker. Maar nu moet ik even nagaan denken wie ik uit wil gaan nodigen. Mm-hmm. En ja, Stam en zo sowieso, maar ik moet nog even kijken. Ik heb nog geen lijstje, maar het mogen waarschijnlijk maximaal 30 mensen zijn. Ja. Ik hoop dat je erbij staat. En anders moet ik je teleurstellen. Ja. Ja, ik ben heel benieuwd. Maar in ieder geval wel elkaars nummers. We weten elkaar te bereiken. Dus dat is altijd nog een optie. Maar ja, jij gaat ook niet in Utrecht studeren. Dus daar kunnen we elkaar ook niet toevallig tegenkomen. Ja, misschien... Weet je überhaupt al wat je op de universiteit wil gaan doen? Want je wil VWO gaan doen? Ik weet niet eens of ik een universiteit wil gaan doen. Maar misschien wil ik ook gewoon na VWO gaan lekker naar HBO gaan doen. Ja, je gaat waarom ga je naar VWO doen? Omdat die HBO dan easy is. Dat slaat nergens op. Nee, dat komt. Maar ja, het is... Je hebt genoeg VWO'ers die gewoon meteen HBO gaan doen en nooit op HAVO hebben gezeten en nog steeds hun eerste HBO-jaar niet halen. Dat is wel echt heel grappig. Daar kan ik echt op een stuk gaan. Ja, maar als je op je VWO niet zoveel moet doen of een HBO, moet je gewoon, hoe slim of dom je ook bent, je moet echt hard je best doen. Nou... Tenzij het een onderwerp is waar je alles al van weet, maar dan is het een beetje dom om te gaan studeren. Hallo, welkom bij de Harme Frodo Vlogstudie. Ja, maar ik zal sowieso je vlogs nog wel af en toe kijken. Ik kan niet beloven dat ik ze allemaal zie. Ja, nee, precies. Maar ik heb zeg maar nog een leven en doe ook nog dingen. Maar s'avonds wil ik nog wel eens wat YouTube kijken. God. Ja, precies. Ja, hond, mee eens. Dus jij gaat hem ook wel even delen als hij af is op je Instagram, toch? Vast wel zoiets. Ja, precies. Nu wel een story. Ik maak niet zo vaak een Instagram post. Ja, nee, mijn Instagram story is ook genoeg. Maar ik vraag dat natuurlijk even aan iedereen, zodat dit wel even een vlog wordt die veel bekeken. Ja, natuurlijk. Goed. Ja, is er nog iets wat je wil zeggen tegen de vlogkijkers die altijd jouw trouwe fans zijn geweest? Nee, niet echt eigenlijk. Oké. Dan zien we... Blijf in leven. Ja. Stay safe en stay healthy. Een soort van. Ja. En ga sporten in deze tijd. Dat is heel handig. Kom je corona uit en ben je ineens gespierd en zo. Ja, en dan zeg ik tegen alle mensen van ouder dan 70. Heel erg bedankt dat u al die jaren Harme Frodo heeft gekeken. En dan zeg ik tegen alle mensen onder de 70. Tot de volgende keer. Tot ziens. Tot later.